Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, bij nog steeds de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. En vandaag gaan wij kijken naar het WK Darts, die dit keer de eerste en tweede ronde voorbij zijn. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Pim Hubbes natuurlijk. Ja, dankjewel Mike. En Patrick Bus zit er ook weer bij. Ja, zeker. En we gaan meteen eigenlijk beginnen met de mooiste partijen in de eerste twee rondes. Nou, zullen we maar beginnen met Good Old Paul Lim, Pim? Ja, als jij dat wilt, Mike. Jij bent hier de baas, hè? Nee, ja, Paul Lim, die moest dus tegen Luke Humphries spelen in de eerste ronde. Ja, ik moet zeggen, ik heb die wedstrijd niet live meegemaakt, dus ik weet niet of Patrick daar wat meer over kan vertellen. Ja, ik ben een goede Paul Lim-fan, dus ik heb die hele wedstrijd gezien. Luke Humphries, die begon wat redelijk, Lim ook. Humphries pakte de eerste twee sets en daarna zag je wel aan Humphries dat hij moeite had met het tempo van Lim. Lim die pakte dan de derde set. In de vierde set kreeg Humphries één matchpile op 74. Nou, die werd gemist. Daarna was het Lim die de wedstrijd naar zich toe trok. Ja. Kan het ook zijn dat Lim hem won omdat Humphries niet in het tempo van Paul Lim mee kon? Want Lim is natuurlijk een wat tragere speler. En Humphries een vrij snelle. Ja, ik denk dat dat wel de reden is geweest waarom Paul de wedstrijd heeft gewonnen. Paul is wel een speler die nooit opgeeft. En Humphries is wel een speler die liever tegen snelle spelers speelt dan tegen langzame spelers. Dus dat denk dat wel een van de redenen is geweest waarom Humphries er in de eerste ronde uitlag. Terwijl hij wel een kwartfinale moest verdedigen. Ja, ik wil net zeggen, ik vond... Het is wel een enorme prestatie van Paul Lim. Ik bedoel, die Humphries, dat is ook geen koekenbakker. Die heeft ook gewoon misschien wel een wat minder seizoen op de vloer gehad bij de PDC dan. Maar hij heeft wel week op week kunnen darten. Ja, Paul Lim die heeft gewoon letterlijk stilgezeten daar in Hongkong. Ja, misschien dat hij nog wat online dingetjes heeft gedaan. De PDC die dan eigenlijk wel gewoon voor Paul Lim zelf in Hongkong dat kwalificatietoernooi organiseert. Die dan wel gewoon weer weet te winnen als 65-plusser. Dus voor mij was dit toch wel een van de grotere verrassingen van het WK. En dan hebben we eigenlijk nog niet eens heel veel verrassingen gezien. Maar daar gaan we het nu ook over hebben, want we hebben wel mooie wedstrijdjes gezien. Of niet, Mike? Ja, dat zeker. Nou ja, de bejaarde Paul Lim. Misschien is het leuk om volgend jaar een bejaarde tour op te zetten bij de PDC. Ik denk dat we daar genoeg mensen voor hebben. John Part kan ook zich meteen aanmelden, aangezien hij ook weer naar Q School gaat. Ja, maar die kan helemaal niet darten, joh. Die John Part. Nou ja, dat scheelt twee keer wereldkampioen, dus dat zegt genoeg, hè. Dan ben je niet meer trots op jezelf. Nee, dan gaan we naar toch wel de verrassing in de eerste twee rondes zelfs. Danny Biggins, die is Damon Heta versloeg. En daarna kwam hij toch wel heel makkelijk voorbij Adrian Lewis. Ja, ik had die Baggies eerlijk niet zien aankomen dat hij van Heta zou winnen. Maar die won de eerste sets best knap. Vooral finishend begon hij goed die echt goede finishes uit. En Heta speelde gewoon ondermaats. Na die tweede set begon Heta toch wel wat beter te spelen. Gooide in die derde set, als het goed geloof, 160, 80 en... Dus nog meer. 146 uit, volgens mij. Daarna begon hij steeds beter te spelen. Alleen in de beslissende set hadden beide mannen wat spanningen. En in de vierde leg kreeg Heta vijf matchdots. Maar die werden allemaal gemist. En daarna was het Baggies die de zenuwen het meest onder bewaking hield. En uiteindelijk de wedstrijd toch won. Ja, dat was gewoon één groot drama inderdaad. Leuk om te zien voor de kijker die laatste set. Met name dus die laatste paar legs. Ik weet niet, met Damon Heta en Danny Baggies. Danny Baggies is gewoon veruit de beste darter van Noord-Amerika. Ook wel echt iets wat Noord-Amerika nodig heeft. Gewoon een keer een darter die wel een keer meedoet. Niet iemand als Darren Young die voor de 20ste keer opkomt dagen en misschien één potje wint. Baggies is wel een beetje de toekomst van Amerika. Dus goed om te zien, maar ik had het ze allebei gegund. En het was wel een mooie wedstrijd om te zien, dat zeker. Ja, goed. En daarna won hij ook nog van Lewis. Nee, dat vond ik wel verrassend. Ik had verwacht dat Lewis
ja, eigenlijk wel goed aan het WK zou beginnen, maar die eerste twee sets leken helemaal nergens op bij Lewis. Ja, maar even, hebben wij een goede Lewis überhaupt een keer gezien? Ja, op de vloer. Ja. Ja, wat je bij Lewis toch wel eens niet terugkomen is heel veel switchen van materiaal. Dat is echt, ja, dat is een beetje de tik van hem geworden de afgelopen twee jaar. Ja. Blijft nog wel een beetje top 20, top 16 spelen, maar dat is heel hard werken voor hem. Klaagde over dat hij de spanning van het WK miste. Ja, dat hebben we meerdere jongens mee zien hebben. Chisnall, Van der Voort. Ja, zo kan je het rijtje bijna wel afgaan. Maar ja, het is ook een beetje, een darter moet op slot op alle mogelijke momenten kunnen presteren en onder elke situatie. En je ziet toch wel wat de oudere generatie daar toch wel wat meer moeite mee heeft dan zeg maar de jonge honden. En ik denk dat Lewis daar echt wel onder valt. Gary Anderson is er bijvoorbeeld ook iemand van. Die heeft er ook veel moeite mee. Van Gerwen heeft er moeite mee. Die zijn nog wel wat jong, maar die draait al redelijk wat jaartjes mee. En je ziet vooral dat de jonge gasten nog echt hongerig zijn voor hun titel. En ik denk dat Lewis nu wel tekort komt. Omdat hij heeft toch al zoveel bereikt. En hij heeft eigenlijk niet meer de honger om echt alles ervoor over te hebben. En ik denk dat hij dat toch wel terug moet gaan vinden. Al wil ik echt nog een top 8 speler gaan worden. Ja, ik denk, ga maar Patrick. Ja, dat klopt wat je zegt inderdaad. Hij switcht wel echt heel veel. Want in de wedstrijd, en we zien van mij was het die tweede set, begon hij al te switchen met materiaal. Dus zeg genoeg dat hij enorm twijfelt over met wat hij moet gooien. En misschien heeft het ook te maken met de kilootjes dat hij afgevallen is. Dat hij niet precies weet hoe hij die pijl moet gooien. Ik weet niet of dat klopt, maar misschien weet Mike daar iets meer van. Mike is daar ook veel mee bezig. Ja, het heeft natuurlijk wel een enorme paas op je evenwicht. Ik denk dat hij aan zijn lichaam te zien is tussen de 20 en de 30 kilo kwijt is. Michael Smith is in ieder geval 30 kilo kwijt, dat weten we zeker. Op het moment dat jij gewicht verliest, wordt jouw stabilisatiepunt iets anders. En op dat moment is het ook meteen de bedoeling dat je van pijlen gaat switchen. Dus stel jij speelt altijd met 25 gram en je bent altijd wat zwaar geweest, zoals Van Barneveld bijvoorbeeld. Daarna ga je een stap terug naar 23, omdat je zelf een stuk lichter bent. Dus je kan op een langere termijn kan je een lichtere pijl veel meer richting geven. En dat gooit ook makkelijker. Kijk, vaak spelen zwaar, wat zwaardere darters op Steven Bunting uitgezonderd. Met wat zwaarder materiaal, die zie je niet gauw met 1, 22 gram spelen. Minimaal met 3, 4, 25 gram. Omdat het gewoon heel moeilijk is om lichte pijlen heel lang strak het bord in te krijgen. En zwaardere pijlen die vallen allemaal wat makkelijker. En dat kost minder energie. Maar op het moment dat je afvalt, dan gaan die zwaardere pijlen gaat een belasting op je arm worden. En dan wordt het lastig. En ik denk dat we dat nu wel bij Lewis terugzien. Want ik denk dat hij ook met gewichten aan het rommelen is. Ik zal zeggen, hij heeft nog 2 maanden. Want ik ga ervan uit dat we in januari niks gaan spelen. En in februari ook niet. Vanwege de corona. Denk ik dat hij tot maart heeft om zich weer helemaal voor te bereiden. Ik zeg de UK Open. En dan moeten we toch echt wel een keerpunt gaan zien. Want op deze manier ziet het er niet meer goed uit voor Lewis. Nee, ik denk dat het helemaal niks gaat worden meer met Adrian Lewis. Die gaat gewoon zo langzaam die 32 uitvallen. Nou, dan kan hij misschien nog een paar seizoenen mee, joh, rond die plek 50 of zo. En dan gaat hij gewoon weg, net zoals John Part bijvoorbeeld. Ik denk niet dat hij dat zelfvertrouwen terug kan vinden. En ja, hoe jammer het ook is, want het is gewoon best wel gewoon een jonge, volwassen man eigenlijk. Hij is volgens mij nog niet eens boven de 40. Klopt. Ja, maar ik bedoel ook, we hebben net over zijn gewichten gehad. En dan kan je wel zien hoe slecht de darter gewoon nog gesteld is. Dat het gewoon, je kan tientallen kilo's afvallen binnen darten, maar je bent gewoon nog steeds een dikzak. Als je kijkt naar John Henderson of Adrian Lewis, dat ziet er allemaal gewoon niet uit. Wel natuurlijk allemaal goed voor hun, maar het is gewoon absoluut geen reclame voor de dartsport, al die dikke mannen op tv. Je haalt nu John Henderson bijvoorbeeld aan, die is ook afgevallen, maar die gooit ook geen pepernoot meer. Op het moment dat jij afgevallen is het eerste wat je moet doen, nieuw materiaal, in ieder geval ander materiaal gaan proberen. Op het moment dat jij afval, verandert jouw lichaam. Dus dan is jouw lichaam niet meer consistent gewend aan je eigen materiaal. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Van der Voort. Die heeft het switch altijd een beetje geprobeerd, maar houdt altijd zijn eigen pijl. En wanneer gooit hij het beste? Als hij fysiek in orde is, als zijn rug sterk is, als hij veel naar de sportschool is geweest. Dan houdt hij het lang vol en dan kan hij dat materiaal lang weggooien. Want die Van der Voort gooit met lichte pijlen, 23 gram. Dat zie je. Maar je ziet bij John Henderson, hij heeft al geen makkelijke stijl. Ja, dan wil het ook snel niet. En over gewicht niet geloken, dat brengt ons eigenlijk meteen met Michael Smith. Ja, ook niets veranderd van materiaal. Althans, ja, gewicht kunnen we natuurlijk niet exact zien.
Heel veel ups en downs dit jaar. Maar ja, op deze manier wordt het wel heel moeilijk voor Smith om ooit nog een titel te halen. Nou, ik denk dat het bij hem ook een beetje een soort zelfvertrouwen kwestie is. Ja, daar zal Patrick, vertelde net achter de schermen ook al meer over. Dus ik laat hem het woord, maar het is inderdaad dat zelfvertrouwen wat we ook dus zien bij, ja, in principe ook bij John Henderson, maar ook dus bij Adrian Lewis. Dat volgens mij ook gewoon echt mist bij Michael Smith. En als je dan keer op keer weer belangrijke wedstrijden verliest, dan heb je dat nog meer zelfs. Ja, klopt. Michael Smith. Ja, ik had hem verwacht, echt een goede Michael Smith verwacht op dit WK. Want hij speelde het hele jaar wel prima, vond ik. Maar ja, dan begin je de eerste wedstrijd, begin je meteen met zijn hoofd te schudden. Ja, dan weet je het wel weer met Smith. Hij gooide echt niet best. En die Joey Salo bleef rustig en gooide gewoon zijn beste spel. En Michael Smith, die meestal de meeste 180ers van alle spelers gooide, gooide gisteren maar 2 en low 7. Ja, dat geeft het verschil wel aan. En ja, Michael Smith, ja, het wat moeilijk. Ja, we hebben het nu nog niet over de Premier League, maar hij had wel een finale te verdedigen. Ik ga er wel vanuit dat hij bij de eerste 10 komt voor de Premier League als de Premier League doorgaat. Maar het wordt inmiddels wel tijd voor Smit dat hij een televisietoernooi gaat winnen. Want anders komt hij zo meteen hetzelfde schuitje dan Chisnell en een Terry Jenkins van vroeger. Ja, daar wil je niet bij zitten. In de vergelijking met Chisnell heel erg overdreven. Ik vind Chisnell een hele goede top 12 speler. Maar daar is ook wel alles mee gezegd. En Smith heeft toch wel meer bewezen dan Chisnell in mijn ogen. Zeker met zijn wat makkelijkere stijl. Het is alleen met Michael Smith heel vaak net niet. En dan is het niet zoals Chisnell dat je de keihard afgaat in de finale. Maar het is bij Smith echt tot matchdarts aan toe dat het misgaat. En ja, dat is gewoon heel lastig om dat te gaan verwerken. Ja, daar heb je wel gelijk inderdaad. Ja, Chisnell is misschien een verkeerde vergelijking. Maar ik bedoel in die zin dat hij niet een speler... Als die Smith zometeen zijn carrière voorbij is en dan iedereen zegt... Ja, Michael Smith is een heel goede speler geweest, maar nooit een divisietoernooi gewonnen. Ik denk dat Michael Smith zo niet benoemd wil worden. Hij wil meer een speler worden, net als Van Gerwen, denk ik. Snelle gooier, veel 180ers en veel titels. Maar dat is op dit moment nog niet het verhaal. Goed, dan gaan we naar de volgende verrassingen. Ja, Ryan Joyce die vroeg Karel Svetlacek en die haalde daarna ook meteen Jeffrey de Zwaan het toernooi uit. Scott Weeson sloeg Matt Campbell, verrassend, maar ging daarna wel onderuit in de tweede ronde. Ja, en dan als we er toch in de ronde 2 aankomen, dan heb je een hele moeilijke eerste ronde gehad. Dirk van Duivenbode kwam 2-0 achter, het is zijn rug tegen de muur draaide om. Ja, wat was dit een partij hoor, tegen Rob Cross? Ja, Dirk van Duivenbode tegen Rob Cross, ja... Cross, ja, in principe de hele wedstrijd was Dirk beter, maar Cross bleef er aan hangen. Goede finishes gooide hij uit. En Dirk stond nooit voor, behalve in de laatste leg gooide hij geen enkele keer een triple 20, maar hij wist wel een 12 dat te gooien. 3 keer 134 en dan gooide hij daarna 99 uit met één pile, één match dat. Ja, het zegt wel aan hoe goed hij in zijn vel zit. En Cross stond op dat moment te wachten op dubbel 6. Dus ja, dit is echt wel een heel knappe overwinning van Dirk. En ik zie hem zomaar bijvoorbeeld in de halve finales komen dit week. Want hij heeft nu wel best wel een gunstige loting. Ja, ik denk al als je van tevoren keek naar dat schema en je wist dat Dirk van Duivenbode een finale kan halen. Hè, dat hebben we eerder gezien dit seizoen. En dan keek je naar het schema en dan kon je eigenlijk al een beetje voorspellen van... nou, er zitten best wel kansen voor Dirk van Duivenbode. En dat laat hij ook gewoon zien. Hè, die eerste wedstrijd tegen Bradley Brooks... had ik echt niet verwacht dat hij zo in de moeilijkheden kwam. Brooks begon gewoon echt heel sterk aan die wedstrijd. En dan inderdaad in die laatste leg van Duivenbode Cross, die heb ik wel gezien. En die, ja, daar weet hij hem gewoon te overtuigen door die 99 perfect uit te gooien. Ja, ik weet niet, maar Van Duivenbode heeft wel een beetje wat Van Gerwen ook wel heeft. Dat die arrogantie, die... ja, die arrogante blik van, ja, maar ik ben gewoon beter van jou. Of hè, in die interview zegt hij heel vaak van, oh, hij was aan het schreeuwen, dus hij was bang voor mij of zo. Dat heeft hij ook wel nodig van dat zelfvertrouwen, dat is eindelijk bij Dirk van Duivenbode te voelen. En ja, daar maakt hij gewoon heel goed gebruik van. En
het is nu de route is open voor Van Duivenbode, want volgens mij moet hij tegen Adam Hunt. Ja, dat is ook niet een grote naam. Ik bedoel, die kan zeker wel darten, maar op papier is Dirk Van Duivenbode gewoon nu de favoriet tegen Adam Hunt. Kijk, als je naar Van Duivenbode kijkt, is het natuurlijk wel een enorm bruut verhaal. Vorig jaar hebben we bij hem aan de keukentafel gezeten, toen was hij het nog over stoppen. En mentaal, en een knieoperatie, en het wou allemaal niet. En hij is naar Q-School gegaan, hij heeft de juiste mensen benaderd, hij heeft het een keer anders aangepakt. Ja, en blijkbaar werkt dat toch zijn vruchten af, zeker in dit jaar, rare jaar, heeft hij toch zijn hoofd erbij gehouden. Ja, ik denk dat dat toch wel een van de vereisten is in dit jaar. Ja, voor de rest in de tweede ronde hebben we niet heel veel verrassingen gezien. Ja, de Nederlandse class, Vincent van der Voort tegen Ron Meulenkamp, ja, dat was wel een wedstrijd, hè? Nou ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vond met name Ron Meulenkamp vond ik eigenlijk boven verwachting sterk ook. Met name, we kennen best wel een Meulenkamp die gewoon heel vaak het eerste rondje of het tweede rondje van zo'n tv-toernooi eruit ging. En ja, helaas voor Meulenkamp is het nog steeds niet gelukt om voorbij die tweede ronde te komen. Maar volgens mij was het Meulenkamp ook die de wedstrijd juist heel goed begon tegen Van der Voort, of niet Patrick? Ja, klopt. Hij begon vooral finishend gooide hij echt alles uit. Hij won die eerste twee sets. En Van der Voort won één of twee legs of zo. En daarna zakte hij wat in. Ook de finishes gingen wat mis. En Van der Voort bleef gewoon zijn eigen spel spelen. Gewoon die triples erin gooien. En dat bleek uiteindelijk genoeg te zijn. En het kwam uiteindelijk al wel een beslissende leg aan. Meulenkamp die kwam nog goed in de buurt in die laatste leg. Maar Van der Voort gooide een belangrijke 180 rond die wedstrijd uiteindelijk. Ik denk ook uiteindelijk wel de verdiende winnaar. Ja, dat denk ik ook. Maar ook over die beslissende leg, hè? Want dat is natuurlijk nu veranderd. Doordat er eigenlijk publiek bij zou zijn. Normaal was dat helemaal zo'n systeem van twee legs verschil. Ik moet zeggen dat ik hier eigenlijk wel fan van ben. Want nu weet je, deze leg, daar gaat het om. Anders was dat moment pas als er, ja, weet ik veel, als er zeg maar te veel legs werden gehaald. Dus meestal werd er wel gewoon met twee legs verschil gewonnen. Maar nu weet je, die laatste leg, daar gaat het om. En ik weet niet, dat zie je ook gewoon, dat gaat ook natuurlijk om in die spelers, in de darters zelf. Dus voor mij maakt zo'n allesbeslissende laatste leg het veel spannender wie die wedstrijd gaat winnen. Ja, dat klopt wel. Ik vind dat het wel wat meer spanning meebrengt. Omdat de darters op dat moment weten wat er moet gebeuren. En dit WK pakt het goed uit. Maar ja, het had natuurlijk ook heel anders kunnen uitpakken. Maar goed, het pakt dit WK goed uit. Ja, wat hebben we eigenlijk gezien in de eerste ronde? Ja, dat is toch dat er een paar Nederlanders uitvlogen. Ja, Kleemaker natuurlijk positief getest op corona. Daar wil ik weinig woorden aan vuil maken. Wij wensen vooral Martijn heel veel beterschap. Ja, Van Kuijnenhoven die verloren even met Joe Edgar en zijn tourkaart. Dus die gaan we terug zien op Q-School dit jaar. En Niels Sonneveld die verloor helaas van William O'Connor, kansloos met 3-0. Ja, en natuurlijk Jeffrey de Zwaan die eruit vloog. Speelde heel goed, maar raakte geen dubbel. Ja, dat klopt. Ryan Searle won zijn eerste ronde ook al met 3-2. Ook al, die wedstrijd won hij maar net. Maar daarna speelde hij echt gewoon een peukpartij tegen Jeffrey de Zwaan. Alle finishes gingen erin. En daar was Jeffrey de Zwaan dus niet gefocust op of scherp op. Hij gooide een keer 180. Maar ja, dat was niet genoeg om een set te pakken. 3-0, ja, dat zijn toch wel harde cijfers voor een geplaatste speler als Jeffrey Zwaan. Ja, maar denken jullie ook niet tegen Ryan Searle? Dat is ook niet de kleinste naam. En we weten dat Jeffrey de Zwaan, die was al niet echt in vorm. Ja, kunnen we dit wel een echte verrassing noemen of hadden we het misschien ook wel kunnen verwachten? Ja, ik denk een beetje. Want je zag wel op de Player Championship Finals dat hij zijn niveau weer aan het opkrikken was. En Ryan Searle is ook al een aantal jaren aan de weg aan het timmeren. Maar ja, ik had echt niet verwacht dat het 3-0 zou worden. Ik had misschien wel verwacht dat hij eruit zou gaan door Ryan Searle, maar niet met 3-0, 3-2 of zo. Ja, dat zijn duidelijke cijfers inderdaad. Even ook een vraag aan jullie van, we hebben nu, ja, een groep Nederlanders, Marco van Gerwen natuurlijk dik aan de top. Ja, daaronder is het toch wel heel erg rommelig, vind ik zelf hoor. Noppert die gewoon echt slecht staat te spelen. Van der Voort, wat die Mena, die er dan wel wat beter doen. Van de Zwaan ook een goede wedstrijd. Van Duivenbode die opkomt. Ja, maar daaronder, ja, Niels Sonneveld verliest de tourkaart in een slechte wedstrijd bij O'Connor. Mike Kuivenhoven
ja, die heeft alleen maar slechte wedstrijden op tv laten zien. Nu dus tegen Matthew Edgar. Ja, ik ben toch wel een beetje bang voor die Nederlanders. En ik zie ook niet echt een Nederlander opkomen die bijvoorbeeld niet op het WK stond. Of die misschien een tourkaart hier gaat pakken in 2021. Ik weet niet wat jullie mening daarvan is. Ja, dat vind ik knap. Want ik denk dat jij zelf ook de darts actueel wintermarges hebt gezien. Ik denk dat we daar echt wel wat potentiële tourkaarthouders hebben rondlopen. Het is natuurlijk online wat ze spelen. Op Q-School moet het nog maar gebeuren. Er zitten een paar geplaatste spelers bij, zoals Kevin Doets bijvoorbeeld en Gitsen van der Wal. Ik denk toch dat we daar echt wel wat tourkaarthouders kunnen gaan zien. Nou ja, gaan we vanuit Van Barneveld zijn tourkaart terughaalt. Je zit natuurlijk even afwachten wat hij op de vloer gaat doen. Ja, al moeten we hem zelf geloven, gaan we daar wonderen zien. Ik zie het niet snel gebeuren, maar goed, als we hem zelf mogen geloven, gaan we dat zien. Ja, ik denk dat we niet zo snel in paniek moeten schieten. Kijk, we hebben altijd een stuk of 12 tourkaarthouders gehad. Ja, dan misschien maar een jaartje minder. Maar ja, als in dat jaartje wat die mijnlijnstap kan zetten, van de voort die ze weg omhoog doorzet, zoals hij dat nu doet. De zwaan die ze vorm terugvindt, Van Duivenbode die doorgroeit. Ja, ik denk dat we ons daar niet echt zorgen mogen maken, hoor. Ik denk als je gewoon elke keer 1-2 Nederlandertjes richting de laatste 16 haalt, dan moet je echt wel tevreden zijn. We zijn nog steeds geen Engeland en ik denk dat we het echt nog wel heel goed doen. Nee, maar ja, je zag wel een aantal jaren geleden dat we een stuk of 3 Nederlanders in de top 16 hadden. En dat is op dit moment alleen Van Gerwen. Nappert staat er niet in, Bart Jimenez staat er niet en Jeffrey Zwaan in. Dus ik ben het aan de ene kant ook wel eens met Pim. Er moet in principe gewoon een tweede Nederlander komen die in die top 16 gaat komen. En als ik nu kijk naar de namen die dat kunnen doen, denk ik toch op dit moment Van Beuvenbode of Van der Voort. Want die steken wel in een beter vorm dan de andere Nederlanders op dit moment. Snap wat jij zegt, maar ik vind toch dat de paniek gewoon niet helemaal terecht is. Kijk, Van Barneveld is natuurlijk gestopt nu. Die was altijd op elk toernooi was hij er. Op de laatste 16, laatste 8, laatste 4. Vond zelf helemaal niks. Maar goed, hij was er wel altijd. Klaassen is weggezakt. Ja, ik denk dat het gewoon wel realistisch is. Kijk, het niveau is gewoon momenteel zo hoog. Kijk, en Chisnell die zie je bijvoorbeeld nu ook een beetje afzakken. Omdat het niveau gewoon zo hoog is. En ik denk dat als je naar de wereldranglijst kan, dan staan er zoveel jongens binnen 1000 pond van elkaar. In vergelijking met een paar jaar terug. Dat het echt gewoon, het is gewoon een ander dakwereldje geworden momenteel. Ja, en daar moeten we ook maar mee leren omgaan. En dat maakt het alleen maar spannender. Ja, ik wil nog wel even iets aan toevoegen, hoor. Want inderdaad, dat gat is u heel groot. Ik heb het gevoel dat we gewoon een hele dikke middenmoot hebben aan Nederlandse darters, waar je eigenlijk gewoon niet zo heel van hebt. Want die, ja, misschien een eerste ronde op de tv en dan zijn ze klaar. Maar waar ik gewoon bang voor ben, is dat die doorstroom gewoon minder wordt. Want je ziet nu de Nederlanders die, zijn flink wat Nederlanders die gewoon aan gaan verliezen. Mannen als Vincent van der Meer, die zijn gewoon niet goed genoeg. Niels Sonneveld en Kuivenhoven, dat zijn de mannen waarvan je misschien wel had gedacht van, ja, dat wordt een beetje de nieuwe Ron Meulenkamps, hè, rond die plek 50. Maar nu, zelfs van de nieuwe tourkaarthouders, Wesley Harms doet er helemaal niks aan zijn dartcarrière. We hadden die andere Van Duivenbode die ermee gestopt is. Inderdaad, die hoop is op een Kevin Doets die gaat komen, maar ja, wat zit daaronder? Jitse van der Wal die heeft op de Pro Tour zelf niet echt heel goed gepresteerd. Ik zie hem nog best wel moeilijk een tourkaart te halen. Andere Nederlanders zie ik op het moment gewoon niet. Misschien Richard Veenstra op zijn top. Maar ja, die moet wel echt dat constante aanhouden. Dan zou ik misschien kunnen halen. Klopt, en dan hebben we er eentje, zeg maar. Ik weet niet, ik heb gewoon niet heel veel vertrouwen in Q-School voor de Nederlanders. Dat wilde ik eigenlijk gewoon zeggen eigenlijk. Ja, ik denk dat in mijn mening is dat het wel meevalt. Ik denk dat we gewoon niet in paniek moeten raken. We hebben altijd zoveel tourkaarthouders gehad. We hebben genoeg jong talent wat eraan komt. Ik denk dat we gewoon, kijk, misschien is het dan 2 jaar minder, maar als we over 3-4 jaar dan weer wat toppertjes erbij hebben. Je kan niet altijd aan de top staan. Dat kan gewoon niet. En dat blijkt nu ook maar weer. Mooi eens, Mike. Gaan we naar het volgende onderwerp of niet? Ja, zeker, dat brengt ons bij de laatste 32, waar Michael van Gerwen het op gaat nemen tegen Rapid Ricky Evans. Dat wordt dan 4-0. Dan gaan we naar Dave Chisnell tegen Danny Noppert. Nou, dat wordt ook 4-0. Dan gaan we naar Dimitri van den Berg tegen Jermaine Wattimena. Dat wordt ook 4-0. Alles 4-0 op het WK, hoorde ik. Ja, nou, dat zijn lekkere snelle sessies dan. Nee, maar Jermaine Wattimena... Nee, goed, nee. Ja, nee, ik ga wel even. Ja, Van den Berg heeft natuurlijk wel een uitstekende wedstrijd gespeeld. Ik weet niet meer precies tegen wie die in de eerste ronde speelde, maar het was wel een Hollim.
Paul Lim natuurlijk. Ja, 100 plus gemiddelde was daar. Ja, maar Jermaine Wattimena, die heeft eigenlijk ook niet eens zo heel slecht gespeeld, hè? Die won tegen Nick Kenny. Ja, dat is niet echt een hele grote concurrentie. Maar, nou ja, Van den Berg moet nog maar wel even van Wattimena winnen, inderdaad. Ja, Noppert, die heeft het Adrian Lewis-virus gevangen van totaal geen zelfvertrouwen hebben. Ja, ik bedoel, tegen die Zuid-Afrikaan Carolissen die wij nog hebben geïnterviewd, stond hij gewoon bijna 2-0 achter. Dus ja, ik verwacht heel weinig van Danny Noppert. 4-0 zou ik ook opschrijven inderdaad, ja, tegen een goed spelende Dave Chisnell. Ik maak natuurlijk een grapje nu over Danny Noppert. Ik denk, hij is een heel aardige jongen, maar hij straalt geen zelfvertrouwen uit op de VV. Dat vind ik echt heel jammer, want als ik hem op de vloer zie spelen, zit er zelfvertrouwen in. Hij stond laatst 5-0 achter, draait hij om tot 6-5. Maar op tv, er zit gewoon geen vertrouwen in. Je ziet hem eigenlijk bijna met tegenzin het podium opgaan. Ja, er moet echt iets gebeuren. Ja, ik raad hem eigenlijk een mental coach aan of iemand die gewoon goed met hem praat. Misschien doet hij het al, ik weet het niet. Maar je merkt gewoon iets, hij moet een drempel over. En zolang hij die drempel niet overkomt, zal hij ook niet echt gaan stijgen op de wereldranglijst. Nee, dat juist terwijl Danny Noppert, wat mij betreft, het schoolvoorbeeld is van hoe een darter er fysiek uit moet zien. Ik bedoel, dat is gewoon een normale man is dat. Volgens mij gaat hij gewoon aan de sportschool. Gewoon een fitte darter is dat. Dat is de toekomst van de PDC. Mannen als Danny Noppert. Dus ja, het is altijd jammer om hen dan juist in die moeilijkheden te zien. Dat is zeker jammer. Ja, we hopen het beste, maar ik zie het somber in. Dan gaan we naar Dirk van Duivenbode tegen Erwin Hunt. Nou, ik zeg 4-0. Nou, ik zeg 4-2. Ja, dan ga je wel heel snel, Mike. Nee, Adam Hunt die heeft gewoon lekker lopen darten tegen Lisa Ashton in de eerste ronde. Dus nou, ik denk eigenlijk dat het best wel een spannende wedstrijd gaat worden. En niet eens zo heel makkelijk voor Van Duivenbode. Maar ik weet niet of jullie daar anders over denken. Nee, ik denk dat Van Duivenbode wel duidelijk de favoriet is. Maar Adam Hunt is een speler die niet onderschat moet worden. Op de Grand Slam speelde hij ook al redelijk. En ja, tegen Jamie Hook kreeg je natuurlijk totaal geen tegenstand. Dus die wedstrijd kan je in principe niet meetellen qua zijn vorm. Maar een overwinning op Esther was wel heel knap. Maar ik zou hier toch wel van duidelijk voor Van Duivenbode gaan. Ja, maar toch, Van Duivenbode hebben we nog niet heel vaak in de echte favorietenrol gezien. Behalve in die eerste ronde tegen Bradley Brooks, waar hij gewoon slecht begon. Tegen wel een goed spelende Bradley Brooks. Maar ja, ik ben toch benieuwd hoe die Van Duivenbode ermee kan gaan. Als hij niet meer de outsider van de wedstrijd is. En gewoon de wedstrijd moet leiden eigenlijk. Ik ben wel van overtuigd dat het kan. Maar ja, we zullen wel gaan zien wat voor Van Duivenbode en hoeveel zelfvertrouwen die echt daadwerkelijk heeft in deze wedstrijd. Ben ik met jou eens, Pim? Alleen ik vind het een beetje, ja, het format is nu zo dusdanig lang dat hij genoeg tijd heeft om het om te draaien. Al dat nou weer best of vijf sets geweest, dan had ik het ook al willen zien. Ja, dan gaan we nog even kijken naar de andere wedstrijd. Ja, ik denk dan toch wel de kraker in de laatste 32 is Gary Anderson tegen Mesa Sujovic. Ja, dat denk ik ook wel. Gary Anderson speelde wel, wel goed, vond ik. Niet uitstekend, maar wel goed tegen Rasma. Een aantal goede dingen laten zien. Vooral scorend was hij best wel goed. Een aantal goede finishes. 161, 101 gooide hij uit. En Sylvius was in principe ook weer gewoon op zijn best. 98 gemiddeld tijdens een 3-1 overwinning op Edgar. Dus dat kan in principe, als beide heren hun niveau kunnen spelen, best wel een leuke pot worden. Ja, maar wat een geweldig kwart ook, hè, van het WK. Ik bedoel, Jason Lowe tegen Devin Peterson, die staat er nog bij. Peterson, die volgens mij niet eens aan de 90 gemiddeld kwam in zijn wedstrijd. Vind ik een hele interessante wedstrijd om te zien. Want ja, Lowe die verslaat dus Michael Smith, zoals we het al over hadden. En ik zie hem nog best wel van Devin Peterson winnen. En die andere wedstrijd in het kwart, naast dus die Van Duivenbode tegen Hunt, is Glenn Durrant tegen Danny Baggish. Nou, we weten in wat voor erbarmelijke vorm Glenn Durrant zit. En Danny Baggish die zojuist lekker zijn zelfvertrouwen heeft opgekregen door de Adrian Lewis te verslaan. Ook een hele mooie wedstrijd. Dus kwart nummer 2 is zeker een leuk kwart om in de gaten te houden. Ik weet niet of jullie dat ook van het andere kwarten vinden, maar persoonlijk niet echt. Nou, ik vond het tweede kwart ook inderdaad een mooie. In principe kan je niet voorspellen wie daar doorgaat. Iedereen zou daar door kunnen.
Goed, dan hebben we nog bijvoorbeeld een Kim Huibrechts tegen Ryan Seul. Huibrechts die echt indruk maakt in zijn twee wedstrijden. Staat nu op 102 gemiddeld, 2,5 gemiddeld in twee wedstrijden. Ja, het is toch wel imponerend wat de Belgen hebben laten zien, hè, tot nu toe. Ja, ben ik helemaal mee eens. Ik dacht dat het die wedstrijd 4-0 wat Seul wordt. Oh, nou nu maak je wel een statement. Ja. Hier maak je een statement. Ja, ik maak zeker een statement. Want ik vond Seul vooral finishes erg goed. En Huibrechts moet het maar weer laten zien. Die 102 gemiddeld elke wedstrijd. Dat zie ik hem voor de derde wedstrijd niet op rij doen. Dus ik ga hier voor een duidelijke overwinning voor Seul. Ja, dan vind ik het knap. Ja, ik vind het moeilijk. Want die Ryan Seul, die hebben we toch ook niet heel vaak op tv echt heel goed zien darten. Misschien dat dit WK natuurlijk een ander geval is. Maar ja, Huibrechts heeft mij overtuigd. En met name juist in die wedstrijd tegen die Chinees, die Zhuang, dat hij helemaal niet hoeft goed te spelen. Dat hij totaal geen druk voelt. En dan nog boven de 100 gemiddeld weet te gooien. Dat vind ik knap. En Ryan Searle is nou ook niet zo'n grote naam. Dat je dan kan zeggen van die Huibrechts die moet maar uitkijken. Nee, ik vind het gewoon gelijkwaardige darters. En dan kies ik voor Kim Huibrechts. Ja, ik ben het met jou eens, Pim Huibrechts. Zeker, volgens mij heb je nu eindelijk zijn materiaal gevonden. Ik heb hem nog met die gifgroene flights zien spelen, waar ik eigenlijk meteen riep van manstekers en normale flights. Heeft hij uiteindelijk gedaan. Ja, het levert toch enorm goed spel op. En ik heb echt wel vertrouwen in Huibrechts. En ik denk dat hij nog wel eens ver kan komen in dit toernooi. Dat denk ik ook. Maar denken jullie ook dat in hetzelfde kwart zit als Peter Wright, die toch wel een behoorlijk moeilijke tegenstanders op het programma heeft. Hij moet eerst nog eens winnen van Clemens. En daarna staat Ratajski tegen Simon of Simon Whitlock staat dan te wachten. Ja, denken jullie dat Peter Wright, en dan vraag ik dan eerst even van Patrick, dat hij daar voorbij kan komen? Hij komt wel voorbij Clemens, maar hij gaat niet voorbij Ratajski of Whitlock komen. Dat verwacht ik, want ik vond hem niet echt geweldig spelen in zijn eerste wedstrijd. Ja, dat waren de meerdere, maar ik denk dat... Ja, ik vond Whitlock en Ratajski gewoon echt heel sterk spelen op het WK, de eerste ronde. Of de tweede ronde, hoe je het nou maar zeggen wilt. Nou ja, met name Simon Whitlock natuurlijk in die... in zijn laatste leg, in de wedstrijd tegen Darius Labanauskas, raakte die... Of in de laatste set heb ik het over, dan raakte die letterlijk alles. Ik heb ook wel vertrouwen in Simon Whitlock en die gaat het heel erg moeilijk maken tegen Peter Wright. Ja, Mike, misschien dat jij hiervan weet, maar heeft Peter Wright zich opnieuw verkleed of gaat hij het wat normaler aanpakken? Nee, ik mag hopen dat hij zich niet opnieuw verkleed heeft, want ik vond het echt een schande voor de dartsport als je zo als clown het podium oploopt. Kijk, ik vind focus pakken of met een Albert Gino oplopen of zoals Ian White is misschien leuk als die een keer met een boodschappentasje oploopt, weet je wel. En het mag echt wel wat opkomen, weet je, echt wel wat show bij, een beetje entertainment. Maar dit is gewoon jezelf compleet voor aap zetten. En dat slaat gewoon natuurlijk compleet nergens op. Dus ik denk dat het wel tijd is voor hem om een goed pak slaag te krijgen. En dan het liefst van Simon Whitlock, die dit jaar toch iedereen een pak slaag geeft. En dan toch wel weer strandt in de halve finales. Ja, nou, ik ben het toch wel een beetje met je eens. Ik vond het ook wel een beetje overdreven. Maar het is moeilijk, hè. Van waar wil je nou heen met de darten? Wil jij echt de professionele kant op? Wil jij mannen als Jason Lowe hebben, waar je dan naar moet kijken? Ik kan er naar kijken, want als je goed dart, dan is iedere wedstrijd te bekijken. Zo'n Peter Wright is natuurlijk gewoon meer iemand voor degene die het darten niet per se heel erg volgt. Die gewoon niet die Players Championship wedstrijden volgt, waar die met zijn halve slappe hanenkam op zijn hoofd loopt te darten. Dan is dat leuk om te kijken, want dan zie je in één keer een man geweldig een wedstrijd winnen met een of ander raar pak aan. Dan denk je, wat gebeurt hier nou? Dus voor de kijkcijfers is het goed, maar ik denk voor het professioneel nemen van de dartsport is het niet heel goed. Maar de PDC die zit toch meer op de kijkcijfers en op de entertainment dan het professionaliseren van de dartsport, heb ik toch vaker het idee. Ja, en dan is het een beetje het eind van de podcast. Dan heb ik nog één vraag aan jullie. Wat worden de kwartfinales? Of in ieder geval, wie zien we in de kwartfinales? Ik hoef niet per se 8 namen, maar 2 of 3 dat je zegt van, nou, die gaan zeker de kwartfinales halen. Dan zal ik maar beginnen, Mike. Ja.
Denk ik toch van Gerwen tegen Van den Berg. De eerste kwart. Tweede kwart wordt... Dat is de moeilijke, ja. Enders tegen Van Duivenbode. Derde kwart, Whitlock tegen Wade. En het laatste kwart, De Sousa tegen Van der Voort. Ja, hij durft het gewoon om De Sousa te zeggen. Hij doet het ja, gewoon. Dat durf, kan ja, toch niet? Ja, dat durf ik gewoon. Nee, ja, ik zal mijn lijstje ook even kijken dan. Ja, Michael van Gerwen. Ja, staat gewoon heel goed te darten. En die gaat dan zijn kwartfinale tegen Dave Chisnell spelen. Want die gaat even van Dimitri van den Berg winnen namelijk daarna. Of daarvoor. Dan denk ik... Ja, toch Gary Anderson, ja. Dirk van Duivenbode, die gaat niet winnen van Danny Baggish. Dus Gary Anderson tegen Danny Baggish. Ah, dan pakt hij me ook meteen een toolcard, Baggish. Ja, maar daar gaat hij voor, tuurlijk. En dan hebben we Peter... Nee, ja, jij zegt wel Simon Whitlock, maar dan ga ik toch voor Peter Wright die daar doorheen komt. En die gaat dan ook daar tegen James Wade inderdaad. Die wint wel van Bunting en dan van Huibrechts of Thrill. Dan hebben we dat moeilijke kwart met een Garin Price, waar we het eigenlijk deze podcast nog niet heel erg over gehad hebben, die gewoon een belabberde wedstrijd tegen Jamie Lewis speelde. Daar heb ik weinig vertrouwen in. Ik denk dat De Sousa daar ook komt te staan en die gaat daar spelen tegen Daryl Gurney, want die vond ik wel heel sterk in zijn tweede ronde. Dus dat is mijn voorspelling. Goed, ik ga alleen maar de eerste wedstrijd met Pim mee. Dus dat wordt van Gerwen tegen Dave Chisnell. Dan in de tweede kwart, nou ja, dat kan niet anders als Gary Anderson tegen Dirk van Duivenbode zijn. In het derde kwart gaan we Simon Whitlock zien tegen Kim Huibrechts. En in het laatste kwart, ja, ik ga toch blind op mijn poolsvoorspellingen af. Ze kloppen volgens meter, maar dat maakt niet uit. Ik zeg Gary Price tegen Vincent van der Voort. Dat is ook interessant. Ja, heel interessant. En dat brengt ons ook meteen bij het einde van deze podcast. Ik hoop dat jullie het heel interessant vonden deze keer. En wie weet zien we jullie nog een keer dit WK. En anders zien we jullie bij de Q-School podcast. Nog een fijn WK en wie weet een prettig nieuwjaar.